Hallo allemaal, hier David van Bright. Ongeveer een jaar geleden is mijn Vermoof stadsfiets gejat en ik mis hem enorm. Ja, ik heb een tourfiets, maar dat vind ik gewoon niet lekker om mee naar de supermarkt of naar mijn werk te gaan. Alleen, ik heb geen zin om 800 tot 1000 euro aan een nieuwe fiets uit te geven. Tegelijkertijd heeft Vermoof net twee hele mooie nieuwe fietsen geïntroduceerd. De Vermoof Smart X, heel mooi frame, en de Smart S. En die hebben anti-diefstalbeveiliging ingebouwd. Om het nog aantrekkelijker te maken hebben ze ook een abonnementsvorm, waardoor het heel laagdrempelig wordt om toch in het bezit te zijn van zo'n fiets. Ja, dat klinkt als een onderzeeboot, maar dit is natuurlijk de Vermoof Smart X fiets. Een unisex frame geschikt voor dames en voor heren. Lekkere kleine wieltjes, dat maakt hem heel wendbaar in de stad. Hufterproof, maar vooral helemaal uitgerust met smart anti-diefstal slimmigheden. Vermoof had dit unieke frame, de X, al eerder geïntroduceerd in Japan. Maar de X komt nu ook beschikbaar in andere landen, waaronder Nederland. Vermoof staat onder andere bekend voor het anti-diefstal systeem, een tracking systeem waarmee ze die fiets altijd kunnen opsporen. Dat noemt Vermoof Peace of Mind. Lukt ze het echter niet om hem te vinden, dan krijg je gewoon een nieuwe fiets daarvoor in de plaats. Maar met de nieuwe Smart X en de Smart S die ze net geïntroduceerd hebben, wordt het nog veel moeilijker voor dieven om deze fiets te stelen. Dat peace of mind, dat tracking systeem, dat is natuurlijk heel ideaal als het ding gestolen wordt. Maar eigenlijk wil je gewoon voorkomen dat die gestolen wordt. En dat is wat Vermoof nu toegevoegd heeft aan deze Smart X en de Smart S. Er zit eigenlijk een soort ultiem diefstalalarmsysteem in. Gaat iemand met jouw fiets rommelen, pakt de dief hem. Dan begint hij eerst rustig geluidjes te maken van blijf van me af. Dat wordt wat heftiger. Het wordt nooit een gillend alarm. Lampen die gaan knipperen. Duurt dat te lang, dan gaat die hele fiets in lockdown. Dan werkt de elektronica niet meer. En Vermoof en de eigenaar die krijgen een seintje dat iemand met die fiets er vandoor is. In tegenstelling tot de Vermoof Electrified heeft de Smart X geen elektronisch slot. Bij de Electrified, als je dan met je smartphone in de buurt kwam, dan ging het slot open, dan klikte hij hem los. Dat moet je hier met de hand doen, maar wat hij wel heeft, is persoonsherkenning. Er zijn twee manieren om het anti-diefstalalarm op de Smart X aan te zetten. De eerste is met de Vermoof app. Die doet aan persoonsherkenning. Kom ik in de buurt van de fiets, dan gaat het alarm eraf. Loop ik weg, dan gaat hij erop. En de andere manier is via dit knopje. Dat knopje kan heel handig zijn. Stel, je leent je fiets uit aan een vriend. Die heeft natuurlijk niet jouw smartphone bij je. Jij stelt één keer een driecijferige code in op de app. Bijvoorbeeld 122. En dan kan je die fiets met die code en dat knopje van het slot afhalen. Let op. Hoor je dat? Het klinkt als een slot, maar hij is nu van het alarm af en ik kan wegfietsen. Ja, aan al dat vernuft zit natuurlijk wel een prijskaartje. Zoals de fiets hier staat, kost die 798 euro. Gooi er wat accessoires op, een rekje voor, een rekje achter en een slot. Je zit boven de 1000. Wil je dan ook nog peace of mind verzekering, dat je hem altijd kan opsporen of een nieuwe fiets krijgt. Dan komt daar nog voor 3 jaar 240 euro op. Dan zit je al snel op 1200 euro. Dat is een smak geld, maar Vermoof heeft ook iets nieuws. Namelijk een abonnementsvorm voor deze fiets. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel een beetje verliefd ben geworden op de Smart X in die 2 uur dat ik in het Oosterpark in Amsterdam op die fiets heb gereden. Ja, dan zijn eigenlijk al mijn fietsproblemen opgelost. Behalve dat ene probleempje van de poen. En zelfs dat is met die abonnementsvorm opgelost. Dat werkt als volgt. Dan betaal je 1 keer sleutelgeld, 298 euro. En 19 euro per maand voor zolang jij die fiets wil leasen, huren of hoe je het ook wil noemen. Daar zit ook alles in. Hè? Daar zit peace of mind in die abonnementsprijs. Heb je een krom wiel, dan repareren ze. Je kan zelfs naar de Vermoof winkel gaan met een lekke band. Kortom, je hebt totaal geen onderhoud aan die fiets en je rijdt altijd op een goede fiets. Stel, ik heb 300 euro betaald aan sleutelgeld en na 3 jaar wil ik een andere fiets. Als ik terug ga naar Vermoof, krijg ik dat sleutelgeld niet terug. Maar ik kan hem natuurlijk aan jou doorverkopen. En dan zeg jij, ik wil dat abonnement wel van jou overnemen. Maar ik geef je maar 100 euro sleutelgeld. Want die fiets van jou is al 3 jaar oud. Als je het zo'n beetje gaat uitrekenen, is het break-even rond de 4 jaar. Als je dus de fiets koopt met een peace of mind abonnement.
en je houdt hem 6 jaar, dan ben je goedkoper uit. Zit je ergens tussen de 3 of 4 jaar met een abonnement, dan ben je met dat abonnement een stuk goedkoper uit. Ga je naar een van de VanMoof winkels ergens in het buitenland, Berlijn, Parijs, New York, Tokio, dan kan je daar met dat abonnement gewoon een fiets voor je vakantie lenen. Ik moet zeggen, het kriebelt enorm bij me. Ik zit af te wegen, moet ik hem nou kopen of ga ik dat abonnement nemen? Het zou zomaar kunnen dat ik over een paar weken naar de redactie op een SmartX fiets. Wat denk jij? Moet ik een abonnement nemen of een VanMoof kopen? Laat het achter in de comments. Vond je de video leuk? Geef ons een duimpje en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.